Douwe Bob hij heeft voor het eerst sinds de opname in een afkikkliniek van zich laten horen. Evert, hoe gaat het met hem? Nou, heel goed als we zijn management moeten geloven. En hij is vandaag jarig, is 31 geworden. En hij, uh, ja, uh, is twee weken geleden, vandaag op de kop af, uh, vertrokken naar een kliniek in het buitenland. Niet in Europa, zegt het management. En uh, daar begint daar is hij aan het bijkomen van het laatste incident. wat er was de zaterdag voor die dinsdag. in die supermarkt in zijn nieuwe woonplaats. En toen was het ook hoog tijd dat hij er wat aan ging doen. Nou. In ieder geval, het management zegt, we hebben begrepen dat hij er sinds 28 november dus is. Hij is. Uh is uh, dus twee weken geleden. Het gaat erg goed. Hij is opgewekt en energiek. En hij heeft Sinterklaas gevierd in de kliniek. Hij heeft uh, vandaag zijn verjaardag gevierd in de kliniek. En hij zal er ook Kerst vieren. Dus er valt nog steeds genoeg te vieren in het leven van, van Douwe Bob. En aan de andere kant, ja, we weten allemaal dat het de hoogste tijd was. Dus hij zal dat wel ingetogen doen. En uh, op gepaste wijze. Want anders, uh, hoe lang hij wegblijft, dat weten we ook niet. Meestal is dat een week of vijf of zo. En uh, ja, het management en de platenmaatschappij en iedereen om hem heen is een hele team die zaten heel erg in hun uh, mik met uh, de vraag van er is net een single uit wat doen we daarmee? Nou, uh, ze hebben toch besloten om dat uit te gaan brengen en dan valt het ineens helemaal heel erg op zijn plek, want uh, die single die heeft als uh, titel uh, uh, sorry hoor chase my, ja, chase my Hard away en en die zou eigenlijk gelanceerd worden als een soort van Serious Request. En uh, toen is het toch besloten om dat een beetje terughoudend te doen, zodat het hele verhaal van Douwe Bob niet de overhand krijgt als het eigenlijk yeah. over Serious Request zou moeten gaan. Dus het is dit nummer, en wat heel erg opvalt, is de tekst. Ja, wat ik zei, dat valt aardig op zijn plek, want uh, in een soort profetische tekst zit erin, had hij zingt, er zal een tijd komen dat ik huil zoals jij nu doet, en ik weet dat je er dan voor mij bent om mij dan van de grond te halen. En dat geeft ongeveer wel aan hoe hij zich nu moet voelen. Maar ja, toch is het uh, nummer geschreven natuurlijk voordat, uh, voordat het incident in Apkoude zich uh, afspeelt. Ja. Hoe kijk jij naar zo'n uh, uitgave? Denk je dat is verstandig? Dan moet je gewoon lekker doorgaan? Of misschien zeker. even wachten terwijl nee, nee, je weg is? Nee, 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 zeker doorgaan. Kijk, de, de, om het heel na te zeggen, er komt ook verschrikkelijk veel muziek in als je dood bent. En dan blijven ze ook gewoon de muziek releasen. Dus ik vind het juist wel prettig dat zij en het hele systeem. Het is natuurlijk niet alleen Douwe Bob. Er zitten ook andere schrijvers achter, een platenmaatschappij, een management. Dus het is ook heel goed dat ze gewoon zeggen: joh, hij is gewoon even weg. Nou, en de, en, de strop is sowieso al compleet, want er zou heel veel optreden. Dus ja, misschien op Begin januari. Ja. En dat mist hij natuurlijk al. Ja. Ja, en ik juich het ook van harte toe dat, dat hij en zijn management er zo open over is. Daar kunnen heel veel mensen gewoon een lering leerling uit trekken. Want er zijn gewoon heel veel mensen met verslavingsproblematiek op de wereld. Ja, ja. en daar kan je dus wat aan doen. Ja, daar, daar kan je zeker iets aan doen, ja. ja. ja.